Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. In samenwerking met sportnieuws.nl praten we met alle nieuwe Nederlandstalige tourkaarthouders op Q-School. En vandaag de man die al twee keer op het PDC-WK stond en zijn tourkaart terugpakt. Het is Niels Sonneveld. Ja Niels, gefeliciteerd met je tourkaart weer. Ja, dankjewel. Dankjewel. Is dat lastig om je tourkaart terug te winnen? Geeft dat een soort van extra druk? Want je zit toch in een soort van negatieve spiraal. Ja, het geeft wel wat extra druk, inderdaad. Het is, de eerste keer dat ik naar Q-School ging, was natuurlijk gewoon kijken waar het schip strandt en alles was mooi meegenomen. En nu hangt er toch wel een andere lading aan, omdat ik wel vind misschien dat ik wel bij de beste 128 van de wereld hoor. En dat ook misschien wel bewezen de afgelopen jaren, alleen dat het er nog niet helemaal lekker uit is gekomen over twee seizoenen lang. Dus ja, ik verwachtte wel van mezelf dat ik een tourcard daar zou gaan halen, maar ja, je moet het altijd nog maar even doen en het is super moeilijk eigenlijk. Dus ja, ik ben hartstikke blij dat het gelukt is. Ja, je behaalde die tourkaart via de ranking als derde volgens mij, dus best wel ruim ook nog. Daarvoor stond je gewoon nog op het WK in december. Is dat een raar gevoel dat je op het ene moment voor de tweede keer op het WK staat? Het doel van iedere darter eigenlijk. En dat je dan een paar weken later moet je je toekomst weer verdedigen eigenlijk. Nou, het is wel fijn dat daar een paar weken tussen zit om even die omschakeling te maken, ook in je hoofd eigenlijk. Maar uiteindelijk ja, is dat wel de plek waar je op dat moment moet staan en hoort te staan, omdat je het gewoon simpelweg niet gered hebt. Dus zo eerlijk moet je dan ook wel weer zijn en dan moet je gewoon vol vertrouwen richting de Q-school gaan. En ik denk dat redelijk gelukt. Hoe heb je die weken tussen het WK en Q-school aangepakt? Ik heb al echt heel veel getraind voor het WK. Dan kwam dat er op het WK niet helemaal lekker uit. Maar ik ben er wel gewoon simpelweg mee doorgegaan. Omdat ik ook merkte dat het er wel gewoon in zat. Met de toernooitjes die ik hier speelde. Of de trainingen die ik deed. Dus ik ben eigenlijk daarmee doorgegaan. En heb ik erop vertrouwd dat het op Q-School goed zou komen. Dus ja, eigenlijk op die manier. Duidelijk. Q-School bestaat uit 7 dagen voor de meeste darters. Jij mocht dan de first stage als voormalig tourkaarthouder overslaan. Alsnog 4 dagen volop darten. Wat doe je daar rondom het toernooi? Ga je dan poelen met een groepje andere darters? Of hoe vermaak je je die week, die 4 dagen? Ja, je had daar een soort all-inclusive buffet-restaurant waar we dan s'avonds gingen eten. En dan, daarna is het een beetje aan jezelf. Er is altijd wel een groep, ook met Nederlanders, in de plaats, in de lobby, die aan het poelen zijn of aan het kaarten zijn. Of een beetje met elkaar gewoon wat aan het drinken zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, daar ben ik eigenlijk bijna elke avond wel gewoon aanwezig geweest om wat ontspanning te zoeken. Eén avond ging ik wel iets eerder naar bed, omdat ik gewoon heel erg moe was. Dus ja, dan is dat misschien de verstandige keuze. Maar verder kom je de avond wel door, hoor. Het is altijd wel gezellig met alle jongens. Mooi. De laatste dag van Q-School, vierde dag, pakte je tourkaart via de ranking. Je had genoeg punten verzameld. Volgens mij op de eerste dag haalde je de halve finale al. Is dat ook het moment voor jezelf dat je eigenlijk al weet van oké, ik ben lekker bezig. Ik moet gewoon dit doorzetten en dan pak ik die tourkaart gewoon. Ja, de focus bij mij lag heel erg op de eerste 2 dagen. Omdat ik denk als je na 2 dagen er goed redelijk voor staat, dat je gewoon goed meedoet. En dat niet de druk echt op 1 dag komt. Of op de laatste 2 dagen dat je zover moet komen dat het... Dat geeft natuurlijk nog meer druk. En op het moment dat vanaf dag 1 had ik gelijk 4 punten. Dus ik deed gelijk mee boven in de ranking. Ja. Ja, dat voelt dan gelijk wel lekker. Omdat je dan in ieder geval de start maakt. En het begin is er in ieder geval. Waar je normaal als tourkaarthouder misschien moet strijden om die tourkaart. Mag jij nu 2 jaar lang, of je begint nu weer op nul. En je mag dan 2 jaar lang als tourkaarthouder weer spelen. Is dat misschien ook wel fijn op de een of andere manier? Dat je dus die stress van het vechten om die top 64 even een jaartje in ieder geval kwijt bent. Ja, dat kan je op 2 manieren natuurlijk bekijken. Ik denk dat als ik mijn tourkaart behouden had afgelopen jaar, dat dit jaar wel redelijk te doen had moeten geweest zijn. Omdat ik 2 jaar geleden gewoon simpelweg een slecht jaar had.
Dus dan had ik niet zoveel te verdedigen. Dus op die manier eigenlijk niet. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel fijn dat je zeker bent van 2 jaar weer op de tour. En dan dat je gewoon 2 jaar hebt om alles eruit te halen. Ja, ik zag op Facebook ook dat je de periode voor Q-School als een pittige periode omschreef. Natuurlijk logisch, omdat je jezelf langzaam op de wereldranglijst ziet dalen. Maar hoe was dat nog meer een pittige periode voor jou? Nou ja, vooral mentaal een beetje, omdat ik heb wel het gevoel, ook met de mensen om me heen en mijn manager en ja, eigenlijk de mensen die dichtbij me staan, dat het er wel in zit om in die top 64 te komen. En als het dan ja, weer net op het randje is en net wel, net niet. Op het WK stond natuurlijk een behoorlijke druk op die ene wedstrijd, omdat dat ja, wel of niet zou zijn. Ja. Terwijl je het liefst het WK speelt om het WK te spelen en niet zeg maar 2 wedstrijden in één aan het spelen bent. En dus dat vond ik wel heel erg zwaar. En daardoor ook misschien wel minder heb ik kunnen genieten van het WK, omdat het nu ja, zo belangrijk was dat het eigenlijk meer vergde dan dat je zou willen. Maar goed, dat hoort er ook allemaal bij. En dan is het uiteindelijk niet gelukt, dus dat was echt een grote tegenslag. En dan moet je toch weer opladen voor Q-School. En als het dan uiteindelijk daar wel weer lukt, ja, dan geeft dat wel een behoorlijke opluchting. Zeker. Wat deed je toen? Die laatste dag kon je zelfs een aantal potjes spelen. Ook met Richard Veenstra had ik het erover. Die eigenlijk niet meer meetelde. Je wist al lang, oké, dus ook de speler tegen wie ik speel, die heeft ook al een tourkaart. Ja. Wanneer kwam voor jou dat moment van blijdschap, zeg maar? Nou, ik was 's ochtends echt heel erg zenuwachtig op die laatste dag, omdat ik wist dat ik 1 of 2 punten nodig had. Dus ik wist, ja, dat was ik echt wel veel mee bezig. En op een gegeven moment had ik 1 punt. Toen dacht ik, nou, dit moet misschien wel genoeg zijn. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Zolang ik niet, zolang niet gezegd hebben dat ik hem heb, dan heb ik nog helemaal niks natuurlijk. Ja. En toen speelde ik de derde ronde tegen Alcinas. Die won ik ook. Ja, toen wist ik wel dat ik hem had. Dus toen was het, viel de druk natuurlijk gewoon weg. Maar het toernooi ging gewoon verder. En er staan natuurlijk ook jongens vlak buiten de lijst die ook nog aan het vechten zijn voor een tourkaart. Dus ja, ik blijf gewoon mijn best doen voor iedereen die dat verder ook nog nodig heeft. Dus ik heb eigenlijk alleen tegen Richard Veenstra al finale, ging nergens meer om. Maar daarvoor speelde ik volgens mij nog tegen Benito en tegen Barry. En die konden natuurlijk allebei nog wel hun tourkaart halen. Plus, als ik zou winnen, dan zouden andere jongens er weer blij mee zijn, zoals Owen bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb gewoon mijn ding gedaan en mijn wedstrijden proberen te winnen. En ja, aan mijn stand verplicht natuurlijk. Dus dat ook gedaan. Ja, ik kan me voorstellen dat dat best nog wel in je achterhoofd speelt. Ook al moet het natuurlijk niet. Maar hè, je weet, ook wat je net zegt, je weet, oké, als Benito van mij wint of als Van Peer van mij wint, dan kunnen zij misschien nog een tourkaart halen. Maar als ik van hun verlies, dan pakt Owen Roelofs misschien niet een tourkaart. Ja, zet je dat gewoon weg en ga je gewoon, wil je gewoon die wedstrijd winnen? Of ja, natuurlijk wil je die wedstrijd winnen, maar dat lijkt me een heel lastig gevoel namelijk. Ja, ik doe gewoon mijn best en dan zien we wel wat de uitslag is. Kijk, verlies ik Ja. hem, dan was het terecht. En als ik hem win, dan speelde ik beter. Dus zo heb ik het eigenlijk bekeken. Maar zoals bijvoorbeeld Owen, ja, als ik op die positie zou staan, zou ik ook dolgraag willen dat iedereen gewoon zijn best blijft doen die er al is. Dus Ja. ik ga dan niet, ik heb gewoon mijn best gedaan en maximaal eruit gehaald. Logisch natuurlijk. Oké, we stappen even weg van het Q-School verhaal. En ja, voor de mensen die jou nog niet heel goed kennen. Je komt uit het dorpje uit Geest. Hoe heb jij het darten een beetje ontdekt? Nou, op de basisschool zijn we eigenlijk begonnen met darten op de vrije middagen. Oké. In de sporthal lokaal bij ons. Maar dat was eigenlijk gewoon voor de lol, we wisten er nog helemaal niks van. En ja, daar zijn we eigenlijk wekelijks teruggekeerd, omdat we het gewoon leuk vonden om te doen. Toen bleek daar op zondagochtend een jeugdvereniging te zijn van darten. Zijn we daar een keer met z'n allen heen gegaan, of met een select groepje. Dat eigenlijk blijven doen, en 2, 3 seizoenen lang. Ja, toen kwam wel naar voren dat ik met nog een paar jongens, Jimmy Hendrix bijvoorbeeld, en Wessel Nijman, dat wij wel de betere waren, zeg maar, van die vereniging. Ja, 2 keer per jaar gingen we dan naar een landelijk toernooi, dus Dutch Open bijvoorbeeld. Ja, toen daar ook een paar keer met z'n allen ver gekomen.
Ja, zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold toen op een gegeven moment NDB's gaan gooien bij de jeugd. Het Nederlands team gehaald en zo is het een beetje gerold eigenlijk. Ja, en nu al een aantal jaren een tourcard houden bij de PDC natuurlijk, op het allerhoogste niveau. Toch, niet alle darters kunnen hun geld volledig verdienen met darten. Wat doe jij naast de sport? Nou, ik werkte altijd sinds ik mijn tourcard dan heb 2 dagen erbij, waar ik daarvoor fulltime werkte bij een accountantskantoor, ja, waar ik ook mijn opleiding voor heb gedaan. Toevallig sinds deze week besproken dat ik daar vanaf nu mee stop. Ik me nu volledig wil gaan concentreren op het darten een keer. Ja, met alle medewerking van hun ook uit waar ik dan werkte, die sponsorden mij ook. En daar willen ze ook mee door blijven gaan. Dus ook mede dankzij hun dat dat mogelijk is. Dus ja, ik ga nu een keer alles op het darten zetten. En ook ja, de momenten dat ik dan normaal werkte, nu meer besteden aan, ja, aan het fit worden. En gewoon andere dingen om, ja, om nog meer uit te halen eigenlijk. Dus je hebt niet het verhaal rondom Dirk van Duivenbode is natuurlijk altijd van dat hij het heel fijn vond dat hij nog een baantje ernaast had. Maar jij wil nu dus gewoon proberen om in ieder geval eens te kijken hoe dat voelt om volledig voor darten te gaan. Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat dit ook misschien wel het juiste moment is, want ik woon nu nog thuis. En ik heb nu niet zoveel kosten als andere jongens die wel een gezin hebben en een huis moeten onderhouden. Dus ja, als het nu kan, wil ik het gewoon gaan proberen een keer. Ik denk, ik heb het nu 4 jaar gedaan met werken erbij. Dus ik wil het nu een keer proberen zonder en dan kijken hoe hoe het gaat eigenlijk. Je had het ook even over sporten. Heb je dan ook een personal trainer geregeld of ga je zelf een schemaatje neerzetten? Nee, dan moet ik nog even uit gaan zoeken van hoe ik dat aan ga pakken. Maar het is wel de bedoeling om daar veel meer mee te doen. Ook omdat we zoveel in het buitenland zijn. En ja, dan komt het er natuurlijk eigenlijk niet van, omdat we volledig op het dak gericht zijn. Dus ja, dat moet ik nog even bekijken. Maar dat is wel de planning in ieder geval. Afgelopen WK zagen we je ook steeds vaker als analist bij Viaplay. Hoe vind je dat om dat te doen? Ja, vind ik hartstikke leuk. Hartstikke leuk dat ze me vragen ook. En dat ik daar soms mag zitten. Dus ja, vind ik leuk om te doen. Ja, ja, er zijn natuurlijk heel veel jongens die dat doen en die er wat over kunnen vertellen. Maar ja, vind ik hartstikke leuk eigenlijk. Heb jij specifieke dingen waar je dan naar kijkt bij andere darters die jou opvallen? Nou, niet echt specifiek. Maar het is natuurlijk heel lastig analyseren op het moment dat er een wedstrijd gespeeld wordt. Want ja, eigenlijk wat er gezegd wordt, dat weet iedereen wel. Want op het moment dat jij 6 dubbels gemist zien worden. Dan moeten wij zeggen, ja, hij is, of tenminste moeten wij zeggen, dan zeggen wij van zijn dubbels lopen niet zo goed. Maar ja, dat ziet natuurlijk iedereen. Dus dat is, het is soms wel lastig analyseren. En dan is het wel fijn dat je jongens ook kent vanaf de tour. Zodat je wat meer kan vertellen over iemand is en ja, hoe die in zijn vel zou zitten en dat soort dingen. Dus ik denk dat Precies. dat wel meehelpt en dat dat ook voor de mensen leuker is. Ja, zeker weten. Een soort achtergrond, informatie inderdaad. Je bent ook een van de weinige darters die een armbandje draagt om zijn werparm. Is dat een ja, is dat heeft dat ook echt is dat alleen bijgeloof of is dit echt een soort functie achter ook? Nee, is bijgeloof. Puur bijgeloof. Ik vond het altijd wel fijn om iets om een werkband te hebben. Niet iets wat weegt natuurlijk, maar ja, voelde altijd wel relaxed. En toen één keer op de development tour, ja, een aantal jaar terug, toen kreeg ik zo'n bandje van Barry van Peer en die heb ik toen omgedaan, dat toernooi aan mijn linkerhand. En toen won ik mijn eerste development tour. Dat was mijn eerste weekend ook dat ik dat gooide. Kijk. Dus ja, toen eigenlijk daar altijd mee door blijven gaan. Soms zijn ze wit en soms zijn ze zwart. Heb je een bepaalde keuze die je maakt in de bandjes die je omdoet? Of hoe? Nee, ik heb er een aantal in mijn dakmapje zitten. Een blauwe, een witte, een rood en zwart. En nou, dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, ik kies gewoon per dag. En er zit niet echt een idee achter. Ja, het is in ieder geval een goed verhaal. Dat is mooi. Je had het net ook al over de Development Tour. Je bent nu 24, dus je mag dit jaar niet meer meedoen. Zijn die extra toernooitjes, zal dat iets zijn wat je gaat missen, denk je? Nee, nu ik mijn tourcard heb gehaald, helemaal niet eigenlijk. Het was natuurlijk al best wel een druk programma. En ik heb heel vaak moeten kiezen in de afgelopen jaren tussen de Development Tour en bijvoorbeeld een Eurotour of en een Eurotour Qualifier. Of
Een Grand Slam kwalificatie, geloof ik. Dus ik ben wel blij dat dat nu niet meer hoeft. Zodat ik gewoon ja, echt geen keuze hoef te maken. En gewoon voor hetgene gaan ja, wat er op dat moment gespeeld wordt. Dus dat vind ik niet zo erg. Maar op het moment dat je natuurlijk je tourkaart verliest en niet meer behaalt. Ja, dan zijn het wel toernooien natuurlijk waar je wat kan halen. En ja, waar je mee door kan gaan. Precies. We hadden het er net al over. Je begint zo direct op 0 pond weer op de wereldranglijst. Wat zijn voor jou de eerste toernooien waarvan je denkt: oké, dat daar wil ik op staan? En dan heb ik het natuurlijk over wat grotere toernooien. Misschien al dit jaar. Nou ja, het doel is sowieso gewoon weer het WK halen en de PlayStation Finals. Dat is het hoofddoel natuurlijk altijd van het jaar. Maar dat moet je natuurlijk wel 2 keer behalen, denk ik, om een stevige positie op de ranglijst te krijgen. Maar ik vind UK Open altijd een heel leuk toernooi. En dan doe ik het ook altijd wel redelijk goed. Dus die staat als eerst voor de deur. Dus daar wil ik wel, daar heb ik wel weer zin in. Ja, en daar sta je natuurlijk sowieso op als tourkaarthouder, want iedereen Ja, kwam. ja, ja. Oké, dan wens ik je alvast succes voor de eerste Players Championship toernooien en voor de minimaal de aankomende 2 jaar. Maar we gaan natuurlijk vanuit dat je nog veel jaren daarna ook als tourkaarthouder mag spelen. Dankjewel. Dankjewel.